Morgen op TV2, harde actie in Performance. Hem zal je wel kennen. Mick Jagger himself in de rol van Turner, een ex-rockzanger die onderdak verschaft aan een zeer zware jongen. Zelf weet hij anders ook van het leven te genieten. De mooiste kant van Jagger in Performance. Morgen om 10 uur op TV2. Precies 25 jaar geleden vond vlakbij het Amerikaanse dorpje Woodstock het legendarische openluchtconcert plaats. Deze historische driedaagse van liefde, vrede en muziek verliep heel sfeervol voor de 400.000 aanwezigen. De muziekfilm Woodstock kreeg in 1970 een Oscar als beste documentaire voor de unieke manier waarop de sfeer van dit massagebeuren werd vastgelegd met muzikale toppers als Joe Cocker, The Who, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Joan Baez en zoveel anderen. De oorspronkelijke film werd nu herwerkt als een dagboek om een dagelijks verslag van de happening weer te geven op en achter het podium. En deze versie, de Woodstock Diary, krijgt u 3 avonden na elkaar te zien op TV2.